Detroit, januari 2014, de North American International Auto Show. En vorige week vroor je hier nog zo ongeveer vast aan het trottoir. Maar nu komt er zowaar een waterig zonnetje door het wolkendek heen. En dat waterige zonnetje, dat is misschien wel symbolisch voor de hele Amerikaanse auto-industrie. Want in 2013 werden er bijna 16 miljoen nieuwe auto's verkocht. En dat is beter dan ja, de afgelopen 5, 6 jaar het geval is geweest. Dus ik ga eens even kijken of er hier binnen ook een beetje een feeststemming heerst. Ja, terwijl mijn Amerikaanse collega hier helemaal los gaat, hou ik het even bescheiden op zijn Hollands. Dit is de nieuwe Mustang, dames en heren. En voor de motoren heb ik daar even mijn speakbriefje opgehangen. 3,7 liter V6, 2,3 liter EcoBoost en natuurlijk een 5 liter V8. En ik vind hem tof. Ja, en dan de auto die bij Ford echt belangrijk is, die eigenlijk in heel Amerika belangrijk is. De F-150, de auto die soms alle andere auto's in Amerika overbodig lijkt te maken. Al 32 jaar op rij de best verkochte auto van het land. 675.000 stuks werden er vorig jaar alleen van de F-150 verkocht. Nou ja, niet van deze natuurlijk, want dit is de nieuwe. 3.500 kilo lichter dan zijn voorganger, kleinere motoren weer en ja, dit is wat Amerika rijdt. Ja, nog zo'n auto die eigenlijk totaal niet relevant is voor Europa, maar dat neemt niet weg dat ik het eigenlijk een hartstikke leuk ding vind. Deze Dodge Dart, zeker in de blacktop uitvoering. Ja, dit is natuurlijk niet nieuw wat Volkswagen hier doet. Een Beetle een beetje ophogen, wordt het een Dune Beetle. In 2000 hebben ze het ook al gedaan met het destijds de New Beetle. Wat hoger op zijn poten, grote wielen eronder, wat LED-gadgets voorop. Maar de leukste gadget, die zit hier. Want deze spoiler, die kan naar buiten. Kun je je skis achterop zetten. Nou, dat is wel de meest creatieve oplossing om een skibox op je dak te vermijden, dacht ik zo. Ja, en dit is meer dan alleen een leuke conceptcar, want als de animo voldoende is, dan gaat Volkswagen hem gewoon serieus in productie nemen. Mini John Cooper Works. Concept, dus nog niet de definitieve productieversie. Maar ik sprak Adriaan van Hooydonk, de ontwerper, en die zegt van nou, dit is hem eigenlijk nagenoeg. En wat eigenlijk wel heel leuk is aan deze auto, is de lak. Het is aluminium, dat is opgeschuurd en daar hebben ze een blanke laklaag overheen gedaan en dat ziet er echt super cool uit. Ja, en net op het moment dat je denkt van de Europese merken trekken hier alle aandacht naar zich toe, komt Toyota doodleuk met dit ding op de proppen. De FT1, een soort van spiritueel opvolger van de Supra. Een soort kruising tussen een Lexus LFA en een Viper en een vleugje Corvette erbij. Een bizar apparaat, ik vind hem helemaal fantastisch. Dus ik kan Toyota maar één advies geven, bouwen dat ding. Ja, en mocht Toyota besluiten om dit ding in productie te gaan nemen en je hebt er straks eentje op je oprit staan, nou, dan hoef je in ieder geval niet meer op zoek te gaan naar een verlagingssetje, want ik krijg mijn vingers er niet eens meer tussen. Ja, de Japanners zijn lekker bezig hoor, want dit is de Nissan Sport Sedan. Het is een bizar langgerekt ding. Ik vind hem prachtig. Het is een voorbode van wat we kunnen verwachten van Nissan in de toekomst op het gebied van ja, grote sedans. Denk aan de Maxima. Zitten behoorlijk wat vleugjes Kia in als je het mij vraagt, maar desondanks, schitterend ding hoor. Ja, Nissan laat zien dat het niet altijd allemaal mooi vloeiend moet zijn, want dit hoekige ding, de Free Flow, ja, zo kan het ook. Ik vind het fantastisch. Ja, gisteravond schitterde hij nog door afwezigheid, de GLA 45 AMG. Hier staat hij op de beursvloer, 360 pk in zo'n compacte SUV. En dan zou je zeggen, dit is typisch een auto van Amerika, maar
vergis je niet, van de A45 AMG heeft Mercedes er in Nederland al ruim 40 verkocht. Dus ze voorzien ook gewoon een serieuze afzetmarkt voor deze GLA 45 AMG. Nou, we gaan het zien. Ja, een auto die je in Nederland waarschijnlijk iets minder zult gaan aantreffen is deze S600. V12, biturbo, 530 pk. Helemaal goed. We eindigen deel 1 van dit beursverslag met de auto waar we gisteren uitgebreid op in zijn gegaan. De nieuwe Mercedes C-klasse. Wat ik toen nog vergeten ben te vermelden is dat die ook beschikbaar is met luchtvering. Dat is voor het eerst in dit segment. Dat was hem voor deel 1. Morgen verder met deel 2.